Het is een fantastische, goede keuze van het COC. Ik denk je moet die strijd voeren waar die gevoerd moet worden en waar de vooruitgang te boeken is. Dat is voor een groot deel in christelijke kring. Dus ik vind het heel verstandig om daar nou juist ook die prijs aan te geven. Mensen bereiken ook, het geldt ook voor iemand in een andere kring als Marcouche. Die bereikt mensen die niet bereikt worden door de bekende homo-organisaties. Ik wil nog één ding zeggen over die strenger gereformeerde kring. Ik was daar laatst ook op zo'n school. En het interessante, en dat wil ik het toch meegeven. Interessante is, omdat die gereformeerden zijn echt mensen van het woord. En die willen alles helemaal doorredeneren met elkaar. Dus dan zit je daar aan tafel met mensen die veel strenger zijn op dit onderwerp vanuit hun geloof dan de gemiddelde openbare school. Maar je krijgt een soort omkering. Want omdat ze dat doen, gaan ze toch met elkaar zitten en zeggen, ja, maar ja, we zijn wel homo, dus dat erkennen ze. En dat is ook een onderdeel van je persoon, dus ze proberen het ook niet te genezen. Maar ja, ze worstelen natuurlijk, maar mag je het dan ook doen? Daar denken ze dus anders over dan wij erover denken. Maar het is wel een onderwerp. En dat is toch belangrijk dat het daar op de agenda staat. En ik denk dat er een heleboel openbare scholen zijn waar iedereen denkt van, nou, bij ons is dat al lang gepasseerd. En daardoor doen ze er minder aan dan op sommige van die gereformeerde scholen.